Hallo, ik ben Piet-Jan Duivenvoorden van NIK en dit is ons model Joyce van vandaag, waar we hele spannende dingen mee gaan doen. Joyce heeft een bruiloft eerdaags en die wil iets aparts. Joyce blondeert het eigenlijk al enige tijd en die wil eigenlijk voor de bruiloft gaan we daar een diadeem in scheren. Joyce, wij doen altijd bij iedere klant die gekleurd wordt doen we een kleurentest. Dan kijken we welke tint het beste bij je uitstaat. Dus dan kijken we bijvoorbeeld of warme tinten of koele tinten of middentinten het beste bij je staan. Okay. Ik ga Joyce haar nu feunen. Als het haar plat gefeund wordt, dus plat uitgewerkt wordt, kan je gebruik maken van een paddlebrush, grote paddlebrush, om die goed glad het haar te werken. Maar waar wij zelf vaak mee werken, is met een vierkante borstel. Wat is daar nou zo interessant aan? Een vierkante borstel geeft niet zo'n krulletje als je die onder in de nek doet. Die geeft niet zo'n enorm wippertje, alsof het gewaadgolf lijkt. Deze zijkanten, die lange bakkenbaarden, die zijn heel mooi, maar die moeten heel plat in het gezicht vallen. Dus proberen we gewoon met een vierkante borstel, krijgen we dat platter. Of met een paddlebrush, dan dat we een normale ronde borstel pakken.